Oh ja, hij is met mijn Enderman aan het vechten. Oh jeetje, hij heeft ook Fire Sword. What the fuck? Oké, dat ging heel snel. Hallo kijkers van Gals Games, hier ben ik weer met een nieuwe video en zoals jullie zien zijn we op de Sky Clash. We gaan hier even een paar potjes Sky Clash spelen. Oeh, volle gear trouwens, dankjewel. En ja, we gaan even kijken of we kunnen winnen. Ik zie daar... Oh, zo, die begint gelijk te schieten als een maleiert. Oh joh. Wat doet die allemaal? Weet ik het? Ja, dat had ik op beeld. Ik weet niet wat ik meemaak hier zo. Mensen die gaan volop in de rush. Wacht. Oh ja, dankjewel. Dat helpt al in ieder geval iets. Even kijken, we hebben hier nog een kissie. Oh, heb jij al een Iron Sword? Nee, maar ik wil dat je bedankt zeg met mijn naam dan uiteindelijk. Dus wie bedank je? Hi 3. Zo. Twee mensen boven je gespot. Ik zie het. Die zijn TNT aan het plaatsen. Ik weet niet wat hun bedoeling daarmee is, maar... Nou, dit dus! Ben je dood? Ik ben eraf. Ja, ik ben licht eraf, want weet je waarom? Nou? Omdat die Enderman en die snowballen mij de hele tijd terugzetten, zeg maar. Daardoor Ja. Wat gaat hij doen? Ja, inderdaad, pijn en bogen. Hij gaat springen. Oh! Doei! Nee! Ja, dat heb ik zojuist gedaan. Mooi, daar zijn we ook weer vanaf. Ik zie hier nog een kist. Luister, als je hierboven gaat oversteken snel, dan heb je meteen de Ender Chest. Oh, hierboven gaat oversteken meteen. Ja, wacht even hoor. Zo, hup naar boven. Ik zie hem hier wel staan, links van je. Links van de kant. Oké, links. Ja, daar staat hij. Oké. Oeh. Kijk, dat vind ik leuk. Zijn er nog meer Ender Chests voor ome Dylan? Daarom is UAV hier fucking belangrijk. Ender Chests. Ik zit even beneden te kijken voor je. Ik denk beneden inderdaad. Ligt nog wel gear en ook een ender chest, ja. Okay. Hier naar beneden, links. Ja, oké, daar hebben we hem al. We hebben een enderman en 3 gouden appels. Oké, nou naar het midden lopen liggen gouden leggings hier in de hoek. Oh ja? Oké, die heb ik ook. Meer heb ik nog niet. Oh, hier liggen er nog één. Diamond boots. Dat heb ik nog niet eens gezien, wauw. Oh, achter je ook nog, achter je. Achter me. Hier inderdaad. Ach, gadvermer, 32 en shaman bottles. Ja, dan zijn ze denk ik nu een beetje op. Is zijn hervuld, hè? Dus dan zijn ze ook op andere plekken of zo. Oh ja, boven staat ook. Ja, achter dit is de muur precies eroverheen. Ja, kan ook. En dan? Nee, terug. Het is zo warm. Warm. Ja, er komt iemand in je bek nu. Wacht op, pas op. Iemand in je bek. Oh ja, hij is met mijn Enderman aan het vechten. Oh jeetje, hij heeft ook Fire Sword. What the fuck? Oké, dat ging heel snel. Hij was wel bijna dood, volgens mij wel. Maar ja, nou, goed. Mensen, we gaan gewoon lekker door naar het volgende potje. Zo, hoppakee. Wat voor wapen was dat? Ik had geen flauw idee. Hij had volgens mij zo'n gold sword gekregen met sharpness 5 en fire 2 of zo. Oh, iron sword. Nou, dan zal hij wel heel veel... Ja, what the fuck? Dat is een fire respect sword met iron. Geen idee. Hij was er in ieder geval goed OP mee. What the fuck? Ja, dat dus. De andere chest staat weer eens beneden. Dus nog steeds buggy. Ik ga wel naar beneden inderdaad. Hoppakee. Ik sta er al. Twee gouden appels. Ik heb een... Ik heb trouwens een nieuwe perk unlocked. Ik heb speed aan het begin, zoals je ziet. Oh, ga dan naar het midden rushen of zo? Ja, dat dacht ik ook. Want ja, daar heb ik hem ook voor gekozen. Joe. Ik ga hier gewoon rustig loot ondertussen hoor. Ik bedoel, ja. Ja, ik ga kijken of ik een snelle ronde naar het midden kan maken zonder dood te gaan. Ik ben nu op het midden, zeg maar. Lekker, ik kom nu naar het midden toe. Ik ben er nu. Eentje komt in je back, man. Oh ja, ik zie het. Even kijken, snel deze looten. Oh, ik heb een diamond sword. Oh. Weg. Oh, really? Yeah. Ja. Nou, hij heeft nu... Hij heeft de diamond sword. Dat is, vrijwel onmogelijk. Jeetje. Oké. Ja. Dat ging niet zoals gepland, zeg maar. Laten we eventjes, in plaats van de middenrush, toch maar gewoon rustig... Ja, nou, weet je wat het is? De middenrush is wel oké. Maar ik had, zeg maar, mijn zwaard had ik op de 8e plek of zo. En toen werd ik al aangevallen. Dus ja, ik moest er nog helemaal heen scrollen in plaats van dat ik op 8 drukte. Ja, paniek. In de confettifabriek. Ja, en deze lobby mag wel even wat sneller volgaan, wat mij betreft.
Ja, dan duurt het lang soms. Ja, inderdaad. Dan gaat het heel hard. Ja, nou gaat het in één keer heel hard, dan is het niet zo heel erg, maar goed. Want ja, we moeten wel een paar potjes winnen, denk ik, toch? Ik bedoel... Nou, op zijn minst één. Op zijn minst één, inderdaad. Ik ga gewoon weer voor de middenrush, hoor. Want daar heb ik die speed toch voor. Ik moet wel zeggen dat game 1, dat we speelden, ging in het begin fucking goed, weet je. Een beetje mensen eraf tikken, als je het allemaal... Ja, ja, ja. Ja, totdat die TNT en die stomme beesten jou eraf tikten. Ja, bullshit. Yep. Maar goed, we gaan het gewoon nog een keer proberen. Dit is deze map. Oeh, oké. Okay. Ik pak naar het midden rushen, ik kom later wel. Ja, ik pak spullen en ik rush als een gek naar het midden. Kijk, weet je, open je alle kisten hier maar op het eiland. Ik ga gewoon andere kisten. Oeh, oké, okay. Twee golden apples. Oké, okay, dit is perfect. Dit is perfect. Ja. Even kijken, zo. Golden apple eten. Strength potion drinken. En gewoon gaan. Hoppakee. Succes, hè? Yo, ik kom nu langs heen gescheurd. Joep. Oh, wacht, hier kunnen we niet springen. Deze kant op en dan hop, deze kant op. Er rennen hier ook nog meerdere mensen, ouwe. Holy moly. Hoppakee, ik ben op het midden. Oké, okay, op het beste dan maar, hè? Knockback 2 zwaard. Speed potion en enderpearl, gadver. Ik wil wel betere loot. Kom op. Ik heb iemand die zit in mijn bag en ik heb geen wapen. Oh. Je hebt geen... Oh, hier is iemand met een diamond sword. Oh jeetje, oh jeetje, oh jeetje, oh jeetje. Oh jeetje, wegwezen hier. Ik ben mission cancelled. Ik ben niet meer op het midden. Ik ben wel op het midden. Het midden nu, maar ik heb geen... Ik zie het, ik zie het. Ik kom hier helpen, ik kom hier helpen. En de pearl. Ik sta op de toren. Ik zit achter je. Ik zit achter je. Oké. Okay. Oh, ze zijn hier met z'n tweeën. Laat maar zitten. Ik ben dood. Oké, dit gaat niet zoals gepland. Heb je een zwaard eruit? Nee, wel boot. Oh jeetje, en een pickaxe. Ja. I got these nuts. Ja, dat denk ik ook. Deze keer zo vanaf het begin achter mij aan. Oké, pak hem. Hopelijk kun je hem pakken. Kom op, kom op. Ah! Oh. Helaas. We zijn echt slecht bezig. Ja, ik had geen wapen. Ja, en ja. Ik ga het nog één keer proberen. Ik moet gewoon... Ik moet gewoon via... Dat is voor jou, ja? Ja, 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 ja. Ik moet gewoon nog een keertje... Ik zal het midden halen en succesvol terugkomen om samen verder te spelen. Het moet lukken. Ja, nee, doe je ding vooral, joh. Ik, hè? Zie maar waar ik eindig. Blijf op het eiland. Nee, ja. Noob ben ik niet. Oké, okay, we gaan het nog een keer proberen. Oh, full iron, zowat... Oké. Heb je... Pak dan wel een wapen van de span. Ja, te laat. Ja, jeetje. Nou, ga ik rushen, hup. Ik heb een wapen. Oh jee, er loopt hier al iemand met een diamond sword. Ik kan niet naar het midden. Mission cancelled. Bondskanselier cancelled. Oh, er wordt een in mijn bek aangevallen. What the fuck? Nee. Oh nee! Flikker jij nog dood neer? Ik flikker van het eiland af. Oké. Okay. Moet je vertrouwen in mij hebben, grap? Ja, dat zal goed komen. Er staat daar nog een kist voor je. Oh jeetje. Serieus? Oeh. Ik ging gewoon letterlijk... Ik wou springen, maar ik drukte de spatie niet in, weet je wel. En ik ren zo het eiland af. This is the hard knock life for us. Ja, zoiets. Er zijn hier drie man ondertussen. Oké, wauw. Eén is nog steeds een beetje pijltjes op je aan het schieten. Hij is zo out of pijltjes en dan kun je hem gewoon aangevallen. Pijltjes. Even kijken, protection. Ja, ik kan beter rustig even kijken wat ik allemaal heb dan als een debiel rond te blijven durpen, ja? Dat is zeker waar. Oh my god, man. Wat doe je me aan? Echt. Sorry. Ja, nee, geef niet joh. Hartstikke leuk. Ja. Fijn, zo'n teamgenoot is altijd ook echt fijn. Ja, zeker. Is dit nou nog een team? Ja. Eentje die komt als een badass op je af. Ja, we hebben een enderpearl hier naartoe. Eindelijk even fucking damn. Oh, je bent daar bovenop. Wauw. Ja, ik kan gewoon enderpearl gooien. Wat denk jij dan? Dat maakt echt niet uit. Oké, die twee zitten nog steeds achter je. Die staan echt zo te kijken van kom dan. En we gaan een ei gooien en ja, dat soort dingetjes. Allemaal sneeuwballen, eieren... Pas op dat ze je niet helemaal achter het eiland afgooien. Ja, deze twee kun je hebben, jongen. Ga erop af. Laten we ze eventjes nog wat loweren dan. Oké, okay, ze hebben ze? 15 en 18.
Jij kan dit. Denk je? Jawel. Hij is heel wild, man. En hun blijven daar gewoon staan. En nu heeft hij een powerboog. Oh! Oh! Pijltjes, pijltjes. 3 HP, die ene, 0 HP. Wauw, hij heeft 0 HP die nu wegrent, Taya. Nou, die is dood. Nou, deze nog. Er wordt ook vanaf de andere kant met een fire arrow op hem geschoten, maar... En... Die is ook dood. Motherfuckers. Duffy heeft gewoon boogskills. Oh, zo! Bijna had je niks meer. Ja... Oh, het is een 1 tegen 1 ook echt. Ja, die andere zit op het midden en... Laat ik zo zeggen... Oh, nee, is niet meer op het midden. Oh, oh. Hij komt nu op je af. Je moet hem echt af kunnen mappen. Jeetje. Een knockback of zo is op zo zwaar, ik weet niet. Oh, oh, oh. 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 Je hebt het nog gedaan ook. Wauw. Zet dan maar. Oh, jeetje zeg. Mensen, we gaan gelijk door naar het volgende point. Oh, shit. Word ik naar de lobby gegooid. Moet ik het via deze manier doen. Wow. Godsknokken. Nou ja, in ieder geval, jij hebt er al eentje weten te winnen. Nu moeten we er nog eentje in teamverband weten te winnen. Dan vind ik het helemaal mooi. Holy shit. Nou, dat heb je mooi gedaan. Ja, dat heb je mooi gedaan. Dank je. Alsjeblieft. Mag ook wel gezegd worden. Kills, alles en oh hem nog wel. Wauw. Maar lag het nou aan mij of sloeg hij niet door? Hij sloeg niet door en ik ging gewoon crit op hem. Gewoon just to be sure. Ja, nou ja, goed. Nou, wil jij naar het midden rushen jij? Zal ik het nog één keer proberen dan maar? Doe je ding maar, ik ga wel gewoon looten weer. Oké. Okay. Ik vertrouw in jou. Ja, dat is misschien een heel slecht idee, maar misschien moet ik ook nog gewoon er even aan wennen. En ik weet je, ik zie de laatste tijd zoveel mensen met Diamond Swords aan het begin, jongen. Dat begint me toch wel een beetje te frustreren eigenlijk. Frustreren? Ja. Iedereen heeft zowat een Diamond Sword aan het begin opeens. En ja, dan span ik met mijn Iron Swordje. Welke kit is dat? Dat zal hoogstwaarschijnlijk de Swordsman kit zijn. Ja, anders kan ik... Heb iemand eraf ge... Oké, ik ben op het midden. What the fuck? Ik heb hier gelijk mijn eerste chest. Oh! Oh jeetje, Enderman help mij. Oké, kom op. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Oh, rennen, 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 rennen. Oh jeetje, probleem, 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 probleem. Execute. Oh, rennen, rennen, rennen. Rennen, rennen. Rennen. Oké. Enderpearl daarheen. Oké, volgens mij ben ik safe. Ik moest weg uit midden. Want ja, het werd een beetje druk. Ik zit nu midden, ik zit nu midden. Huh? Het is druk daar. Heel druk, ik heb een half hartje. Oké. Okay. Oh nee, nu moet ik het alleen doen. Ja, doe ook maar eens een keer wat. Oh god, hier loopt iemand met hele goede gear. Kom op, kom op, kom op. Nee, oh jeetje. Dat heel bottle though. Hoppakee. Lekker, lekker, lekker. Pak je gewappels, oké. Okay. Die kant mag ik niet opgaan. Deze kant moet ik dan maar op. Hop. Oké, komt iemand in je back nu met minder gear. Minder gear? Nee, hij blijft op midden, hij blijft op midden. Oké, okay, nou ja, dan heeft hij nu helemaal minder gear, zo. Eet even een gouden appeltje. Oké, okay, gouden appel eten. Deze eten. Alleen, en we drinken. Alleen team L heeft nog 2 man. Oké, okay, team L heeft nog 2 man, dat is best L. En dat zijn echt losers, want ze zijn nou allebei dood. Oké, okay, kom op. Oh, jeetje, 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 mijn muis. Ik heb zijn 70 op het hoogst, ik heb zijn 70 op het hoogst. Ja. Ja, ik drukte dus op het sensitivity knopje, mensen. En, nee. En heel mijn muis ging alle kanten op. Oh nee. Hoe kun je een game verpesten, mensen? Nou ja, zo dus. Mensen, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Ja, Guido heeft wel weten te winnen, ik helaas niet. In ieder geval, als je het wel leuk vond, doe even het blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet even te abonneren als je nieuw bent. Abonneer even op Duffy Games. En mensen, ik zie jullie weer in de volgende video. Later.